Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 17 september. Komt je innerlijk overeen met je uiterlijk? Het Bijbelvers voor vandaag staat in Lucas 17, vers 21. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar. Want zie, het Koninkrijk van God is binnen in u. Soms willen we dat dingen veranderen, maar willen we niet datgene doen wat nodig is voor deze veranderingen. Er was een periode in mijn leven dat ik vaak van streek was over mijn omstandigheden. Ik wilde dat God ze voor mij zou veranderen en tevens wilde ik dat Hij ook de mensen om mij heen veranderde. Maar toen toonde Hij mij dat ik eerst aan mijn innerlijk leven moest werken voordat ik een echte verandering in mijn uiterlijk leven kon verwachten. In Matteüs 6, vers 33 staat: Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wat is Gods Koninkrijk? De Bijbel zegt dat het Koninkrijk van God in ons is. Als je Christus hebt aanvaard, betekent het dat Hij in jou leeft en Hij wil in een goed geestelijk huis wonen. Dat is waarom je innerlijk leven zo belangrijk is voor God. Laten we daarom eerst Zijn Koninkrijk zoeken en de Heilige Geest toelaten in ons binnenste. Wanneer we Hem toestaan om in ons te werken, zullen we uiteindelijk niet in staat zijn dit voor onszelf te houden en zal het naar buiten toe overstromen en de wereld om ons heen veranderen. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heilige Geest, help mij om niet verstrikt te raken. In een poging om externe dingen te veranderen, terwijl u mij vraagt te richten op de ontwikkeling van uw koninkrijk in mijn hart. Ik nodig u uit om in mijn innerlijk leven te werken. In Jezus' naam, amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je en tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.